Waarom wilde jij deze tentoonstelling maken? Omdat het tijd was voor eerherstel. Ja, werkelijk. Want zij is gewoon helemaal verkeerd weggezet in de geschiedenis, vind ik dan. Omdat zij op een gegeven moment heel erg is vereenzelvigd met het werk wat ze vooral later heeft gemaakt. Het zijn allemaal prachtige schilderijen, heel kundig gemaakt, mooie stillevens. Alleen dat werk wat ze voor de oorlog maakte, en met name die Parijse grafische werken, die zijn op een gegeven moment een beetje aan het oog onttrokken. Wie was deze vrouw? Een hele bijzondere vrouw met een hele bijzondere afkomst. Ze is natuurlijk geboren in een Friese adellijke familie, heel beschermd opgevoed. En zeker als vrouw in die tijd waren je kansen gewoon heel erg beperkt. Zij was eigenlijk voorbestemd om een hele rijke man te huwen en kinderen te baren. En dan het liefst zonen, hè, want die konden dan buitenshuis werken en belangrijke posities bekleden enzovoort. Als vrouw in die tijd werd je gewoon geacht om je voornamelijk dienstbaar op te stellen, zeg maar. Zij was heel eigenzinnig, dat is heel leuk aan haar. En heel creatief, ook altijd al bezig met tekenen en op piano spelen, boeken lezen. Hele nieuwsgierige geest. En ze had de wens om kunstenares te worden, wat natuurlijk ongekend was in haar milieu. Want schilderen, dat werd wel gedaan natuurlijk. Zoals de dames van de aristocratie ook wel gingen borduren enzovoort. Dat was allemaal een leuk tijdverdrijf, maar het was niet de bedoeling dat het echt als een officieel vak beoefend ging worden. En al helemaal niet buitenshuis natuurlijk, want vrouwen hoorden helemaal niet te werken. Met name de vader is heel erg bepalend geweest, maar ook heel beperkend geweest. Hij heeft ook echt geprobeerd om haar tegen te werken in haar ambities. Bijvoorbeeld toen ze op een gegeven moment besloot om naar Parijs te gaan, wat natuurlijk het mekka van de moderne kunst was destijds. Toen heeft hij gedreigd om haar toelagen te stoppen. En dat betekende ook dat ze geen geld had, hè, want ze kon ook niet werken of wat dan ook. Uiteindelijk is ze toch gegaan en kreeg ze wel geld, maar dan echt het minimale. Dat ze ergens in een hotelletje kon zitten waar de luizen over de bedden liepen en zo. Hij heeft het eigenlijk zo geconstrueerd dat hij dacht van nou, die komt wel terug. En dat heeft ze nooit gedaan. Ze is wel teruggekomen, maar niet met hangende pootjes. Ze is gewoon teruggekomen als een succesvol kunstenares. En dat is natuurlijk ook op menselijk niveau alleen al een heel mooi verhaal. En op kunstzinnig niveau is het uitermate interessant, omdat ze in Parijs echt een enorme ontwikkeling doormaakt. Als mens natuurlijk, maar vooral ook als kunstenaar. Zij heeft zich daar gewoon overgegeven aan alle invloeden die er op haar afkwamen. Heeft ze zich opgezogen, heeft ze ook allemaal verwerkt. En wat ik bijzonder vind bijvoorbeeld aan zo'n reeks met naakten, is dat het geen academische naakten zijn in de zin van er ligt iemand heel bevallig te wezen en het heeft heel erg met anatomie te maken. En, nee, dit zijn echt hele argeloze beelden eigenlijk van vrouwen die hele dagelijkse handelingen uitvoeren. Ja, dus als je haar telgordel aandoen of wassen of wat dan ook. Het is een serie van 10. Hij is dus heel lang niet in zijn geheel te zien geweest. Zo af en toe doken wel eens hier en daar wat losse naakten op, maar om ze echt als volledige serie bij elkaar te hebben, ja, dat is een groot genoegen. Geweldig. Ja. Wat is het mooi. En hier hebben we het sextet. Ja. Met dank aan jou, hè? Ja, maar dat is toch wel heel erg fijn dat we die hebben teruggevonden. Ja. Ja. Dat had je toch niet kunnen denken? Nee. Ik bedoel, je leest 10 keer over zo'n schilderij. Ja. En dat hij bekroond is. En dan blijkt hij nog te bestaan. Ja. En gewoon in Maassluis. Ja. Dit is het landelijk sextet. Schilderij van Jeanne Bierema Oosting uit 1937. En het is gemaakt in Parijs. Het heeft ook een prijs gewonnen in Parijs. Op de wereldtentoonstelling. De voorstelling is eigenlijk gemaakt naar aanleiding van een herinnering die ze had aan haar jeugd in Friesland. Haar grootvader, Reinhard van Haringsma-Toesloten, de baron,
Die was beschermheer van Euterpe, het plaatselijke fanfareorkest. En die kwamen eens per jaar kwamen ze voor Lauswold een obade brengen eigenlijk. En Jeanne heeft dat altijd heel bijzonder gevonden, hoe dat klonk, hoe dat eruit zag. En wat haar heel erg aansprak, dat was het feit dat er ook dames mochten meeblazen. Die zijn linksonder te zien. Zij heeft in Parijs eigenlijk haar herinneringen aan dit beeld omgezet in dit schilderij. Ze heeft er ook over geschreven in haar memoires. Dus we hebben ook in haar eigen woorden nog een toelichting die bij dit schilderij hoort. En het is natuurlijk een prijswinnaar, hè? Op een internationale tentoonstelling. Dus het is echt een heel bijzonder werk. En hij is een tijdje uit zicht geweest. En Jolande die kwam hem tegen tijdens haar onderzoek voor de biografie. En toen bleek hij bij Museum Maassluis te zitten. En hij is ook speciaal gerestaureerd. Dus hij is nu in volle glorie bij ons te zien. En daar zijn we heel blij mee. En ik herinner me dat ik die zag en die natuurlijk. Ja. Dat je echt denkt van, is dat die mevrouw van die leuke kleurrijke werken? Ja, want het is heel eenzijdig herinnerd eigenlijk. Ja, ik vind hem heel bijzonder. Hij heette Une vie manquée, een mislukt leven. En eigenlijk is het ook het mislukte leven wat Jeanne voor zich zag als een soort van afschrikwekkend beeld van zo wil ik absoluut niet worden. Zo wil ik niet worden in het leven. Wat ze hier heeft afgebeeld is een dame op leeftijd, een aristocratische dame. Zit in een heel rijk gevuld interieur tussen de jachttrofeeën, zeg maar. Haar stoel is ook gemaakt van geweien, van dieren. En die vrouw ziet er gewoon heel ongelukkig uit. Helemaal. Ze zit daar wel in haar mooie jurk en haar bontkraagje en haar juwelen om. Maar eigenlijk heeft ze de handen helemaal verkrampt op de knieën liggen. En dit was voor Jeanne een soort van doodlopende steeg. Zo wil ik niet worden. Dit is alles wat ik niet wil zijn. En ik wist ook wel van die dingen, gewoon uit boeken, uit plaatjes. Maar niet dat het zoveel was. En als je het gewoon echt ziet, in het echt, is het zo aangrijpend, het werk. Dus ik zie me daar nog zitten in dat kantoortje van jou. En dat we ook samen dachten, hier moet het over gaan. Ja. Hier, dit willen we laten zien, dat ze dit ook is. Dus het is wel een heel bijzonder moment dat het nu gewoon er hangt.